9e aflevering van Loes en Mark op expeditie. Het is nu 8:00 en we worden nu opgehaald met het busje, want we gaan vandaag een trip maken. We gaan namelijk vandaag naar Whit Sundays en het is echt een paradijs op aarde. En we gaan snorkelen. Yay! And water doesn't care where it's from. Going in through water? It moves over. Yeah, really? Roads are always black, while their rules are always white. Million arrows to a million parts. Systems within systems we made with our gifts. A cellar system seems all we have left. And the highest in the chain is what we claim to be our rights. Yet we're guided by two lines and a set of traffic lights. Dit is echt de mooiste plek op aarde die ik tot nu toe in mijn leven heb gezien. Ik heb ook echt serieus nog nooit zo'n wit zand gezien en zo'n blauwe zee. Prachtig. Echt super gaaf. Echt heel gaaf. Heel mooi. Lekker aan het eten en ondertussen worden we in de gaten gehouden door familie Vogel. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see a pin of charm, she just throws it back at me. Once I dug in her grave. Gereden om een camping te vinden in een national park en we komen nu achter dat we een permit moeten hebben. Dus we mogen hier helemaal niet kamperen. Dus we gaan weer terug. Jij rijdt. Yay. Faith the devil and a god. Nou, we hebben een camping gevonden in Japoen. Er was nog een klein plekje over. Onze stroomlijn was te kort, dus nu heeft de camping even een nieuwe geregeld. En die zijn ze nu aan het vastmaken. Dat is onze buurman met zijn lampjes. Die op zonne-energie werken. Die maar al te graag even checkt hoe wij inparkeren en hoe wij onze stroomlijntjes spannen. Hij bemoeit zich echt overal mee. We zijn nu op een parkeerplaats van een wildlife park. We moeten alleen eventjes wachten tot we naar binnen mogen. So at my show on Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things.
not seeing made me believe. Maar hoeveel keren bijna al gestopt voor roadwork? 10 keer al! Ik ben er ook helemaal gek van! Kan niet meer! Ik wil gewoon doorrijden! Vermaak tijdens de file! Streets, cause I'm a better man. Moving on to better things. We zijn nu in Bundaberg en het is eigenlijk vandaag een beetje een luie dag. Een beetje wifi zoeken, strandje zoeken en meer doen we echt vandaag niet. Hamburger time! Ja, we staan nu op de parkeerplaats van de bibliotheek, want we kunnen hier namelijk gratis wifi krijgen. Maar we horen dus allemaal muziek daar vandaan komen, dus we gaan even kijken wat daar te beleven is. We zijn beland op een soort themafeestje. Oh cool! 50 plussers! Dus niet wat me overkwam. Het is van oude dames bij elkaar die helemaal los gingen met de twist. Nou, geweldig. Onze stoelen zijn gestolen vannacht. Toen je laag te slapen. We hebben de hele camping afgezocht. We hebben de stoeltjes niet gevonden. Dus we gaan tanken en dan gaan we weer verder. Murphy Bay. Nou, daar zitten we dan op de grond omdat onze stoeltjes gejat zijn. Ja, strak parkeren kunnen we wel. Had niet veel gescheeld, of wel? We hebben 2 stoelen gekregen van de camping. We zijn druk bezig met onze koffer inpakken en de camper schoonmaken. Want morgen moeten we hem alweer inleveren. Loes gaat het nooit elkaar lezen, want we zijn helemaal verdwaald. Waar moeten we nou heen dan? Rechtdoor? Richting Kimpy? Ze stiekem de auto aan het wassen. Morgen moeten we hem schoon inleveren. Maar dat mag eigenlijk niet op deze camping. We zijn er dan, bij Brits. We zijn nu in Brisbane en we gaan even de stad een beetje verkennen. Can an old dip in night?